Het is dan eindelijk zover. Ik ga mijn eerste 109 rated Champions League kaart vrijspelen. Ik heb er natuurlijk al wat van 106, 107 en volgens mij zelfs van 108. Ja, van 108 heb ik ook vrijgespeeld. Kunnen we even kijken bij beloningspad. Ja, kijk, ik heb Alaba, Ramos en Rodrigo al vrijgespeeld, dus dat is wel heel nice. Maar nu dus vandaag mijn eerste 109 rated versie. En dat is Rudiger of Kane. En dat is wel ziek nice dat we die kunnen vrijspelen. Want ik kan ze allebei gebruiken in mijn team. Dan moet ik zo meteen eventjes aan jullie laten zien welke speler ik dan uiteindelijk ga kiezen. Maar 109 is wel heel nice. Dan hoeven we alleen nog maar deze finale te winnen. Dan krijgen we nog een Champions League trofee erbij. Dan heb ik hier in totaal 3 verzameld. En dan kunnen we dus Rudiger of Kane vrijspelen. Daarnaast krijgen we ook nog een 106 plus rated Champions League kaart hier zo. Dus dat is ook heel mooi. En wat we ook nog kunnen doen is bij de sterpas allemaal Champions League kaarten vrijspelen. En in totaal 3. We krijgen nog wat coins, skill boost en zo erbij. Dus dat is heel nice. En nog iets wat ook heel nice is. Ik kan weer een skill boost upgraden hier zo. Waardoor ik 2 spelers rating erbij krijgen. Dus met een beetje mazzel hebben we zo meteen 128 beoordeling. Met natuurlijk Rudiger of Kane bijgerekend. Want die ga ik natuurlijk ook in mijn team neerzetten. Het gaat gewoon ziek nice worden. Dat is één ding wat zeker is. Maar voordat we verder gaan wil ik jullie eerst vragen om een duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. En dan ga ik eerst even mijn skill boost upgraden. Dan hoop ik dat we dan wel meteen 128 hebben. Ik denk het niet. Maar ja, het is in ieder geval weer 2 ratings erbij. Nee, we hebben nu nog niet de 128. Maar wat wordt mijn team goed, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar ik zal meteen eventjes aan jullie laten zien. Ik kan dus voor Rudiger gaan. Die is 109 als centraal verdediger. Dat is niet heel veel beter dan Stones, Alaba of Militao die ik nu heb staan. Sterker nog, bijvoorbeeld Stones die is 108. Is maar 1 rating beter. Terwijl dat Ronaldo en Del Piero, als ik daar die Kane neerzet, dan heb ik die 2 ratings beter. Dus ik denk dat ik voor Kane ga. Dan moet ik dan even kijken of ik Ronaldo of Del Piero ga wisselen. Moet ik even kijken welke dan iets minder is van die 2. Maar dat gaan we dan even checken. En dan ga ik Kane voor 1 van die spelers erin zetten. Ja, misschien dat sommigen van jullie denken Rodrigo. Of nee, niet Rodrigo. Rudiger is veel beter. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat ik toch voor Kane ga. Maar daar kan ik nog even over nadenken. Want we moeten hem natuurlijk zo meteen pas vrij spelen, want ik moet eerst nog een wedstrijd spelen. Maar eerst eventjes hier bij de pers gaan we even deze Champions League kaarten vrij spelen. Ze zijn allemaal 101 plus, maar ja, soms heb je ook mazzel, krijg je 103 en 104, maar meestal zijn ze niet heel veel boven de rating 101. Ja, nu krijgen we er weer eentje van 101. Dit is de laatste voor nu. En 102. Nou, dan krijgen we toch nog een iets betere. Gaan we even alles verzamelen. Krijgen we dan ook nog spelers? Nee, maar we krijgen wel edelstenen, we krijgen vet voor coins, we krijgen nog Champions League punten erbij en dus al die skill boosten die we ook nog kunnen claimen. Dus dat is ook wel nice. Ik heb al gewoon meer dan 12.000 edelstenen trouwens. Dat is echt insane veel. Is er trouwens al een skill boost die ik bijna weer kan upgraden? Nou ja, tackelen. Oh, daar heb ik er nog eentje voor nodig. Als ik nog 1 keer tackelen krijg, dan kan ik gewoon Alaba upgraden. Dat zou mooi zijn als dat ook nog gaat lukken in deze video. Maar laten we nu maar even de wedstrijd gaan spelen. En oh ja, zometeen kunnen we hier bij beloningspad ook nog 600 van deze punten uitgeven. Dus dan kunnen we bijna nog een heel rondje gaan. Dus dat is ook wel echt heel nice. En daar kunnen we dus ook nog allemaal extra Champions League spelers uit krijgen. Dus dat kunnen we zometeen ook nog doen. Maar eerst even de laatste finale wedstrijd spelen hier. Krijgen we ook een 106 plus Champions League kaart uit. Dus dat krijgen we er ook nog bij. Alsof het nog niet genoeg is. Het wordt alleen maar gekker en gekker. Maar ik ga deze wedstrijd dus eventjes spelen. Ik ga de wedstrijd niet helemaal laten zien aan jullie. Want ik kan even de eerste goal laten zien. Jullie weten het ook. Het is niet zo moeilijk om hier even een win te halen. Even pasen en dan tik je door. Ja, Ronaldo, schiet hem mee, jongen. Ja, nou 1-0. Zo makkelijk gaat het dus. Ik zie jullie op het moment dat de wedstrijd gespeeld is. Ja, we hebben gewonnen. Easy game. Ja, het is sowieso makkelijk. Maar het is toch even nice als we het dan halen. En dat betekent dat we nu een 106 rated Champions League speler vrij spelen. Met een beetje mazzel is het ook nog een donders goeie. Dit is Gundogan en die is 107. Ja, inderdaad. Nou, het is beter dan 106 wat aangegeven stond. Dus in dat opzicht ben ik blij. Maar ja. Ik heb hem al. Ik ga hem niet gebruiken, maar het is alsnog leuk om hem natuurlijk vrij te spelen. We krijgen nog eens 100 Champions League punten erbij. Maar het belangrijkste is die trofee, wat natuurlijk super chill is. En die Gundogan, konden we niet ergens die bij beloningspad vrij spelen? Hadden we die hier ook niet? Ja, die kan je bij mijlpaal 3 kan je die vrij spelen. Maar die had ik volgens mij ook al een keertje gepakt. Heb ik nu al 2 keer Gundogan? Terwijl dat ik hem gewoon... Ja, dat zou echt wel bizar zijn.
Terwijl dat ik hem dus nog niet eens op die trofeeënpad had vrijgespeeld. Ja, inderdaad. Ik heb 2 Gundogan die hier staan. Van 107. Maar ja, ik doe er helemaal niks mee. En de meeste van die spelers kan je ook niet verkopen. Dus dat is ook een beetje het probleem. Ja, die Gundogan is dus untradable. Dus ik kan er helemaal niks mee. Nou, maakt ook niet zo heel veel uit, weet je. We hebben in ieder geval hebben we hem. En het is wel leuk. Eventueel kan ik hem voor andere inruilacties doen of zo. Maar laten we maar doorgaan met het claimen van alle rewards. Want bij beloningspad kunnen we dus nog ziek voor rewards claimen. We krijgen trouwens ook nog nieuwe spelers hier zo. Maar volgens mij kunnen we ook skill boosten krijgen. En met een beetje mazzel kan ik dan zo meteen weer een skill boost gebruiken om te upgraden. Ja, waardoor ik dus misschien weer wat spelers een rating omhoog krijg. Maar ja, nu krijgen we in ieder geval een 101 rated plus speler erbij. En wat voor rating heeft die? 101. Ja. Oh, wat spanning. Ja. Dat hadden jullie niet verwacht, hè, dat ik dan een 101 rated speler zou krijgen. Nou, 200.000 coins. Ook weer leuk meegenomen. Want op dit moment zit ik al bijna op de 35 miljoen coins weer. Moeten we eigenlijk binnenkort weer een video van gaan maken. Dat ik gewoon weer vet voor coins uitgeef om supergoeie spelers allemaal te kopen. Nou, Chupo Moting is op zich wel nice. 103 qua beoordeling. Het was minimaal 102, dus 1 rating erboven. En nu 200 skill boosten. En nu moeten we dus hopen dat ik die ene skill boost krijg welke ik nodig heb. Ja, ik weet niet zeker welke dat ook weer was. We gaan eens kijken. Even naar mijn team skill boosten. Ja, ik kan hem upgraden. Oké, tackle hem. Dan wordt Alaba ook nog een rating geupgrade. En hebben we nu 128? Nee, we zitten nog op de 127. Maar we hebben nu al 3 spelers een rating geupgrade. Dus dat is wel erg nice. Ja, ik heb zo'n voorgevoel dat we misschien wel een beoordeling erbij gaan krijgen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Zometeen met Kane of Rudiger erbij. Dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. We krijgen hier nog een hero erbij van 86. En hier hebben we ook nog eentje die we kunnen claimen. Gaan we dat natuurlijk ook eventjes doen. En we hebben trouwens ook nog meer van die hero punten, kwam ik achter. Dat kunnen we wel eventjes opmaken. Waar is dat ook alweer? Oh ja, heldenavontuur is dat natuurlijk. Hoeveel van die punten heb ik? Ik heb er in totaal 400. Oh, dan kunnen we 2 van deze packs openen. We krijgen 88 Mascherano. Dat is op zich wel redelijk, want 89 is het hoogste wat je kan krijgen. Dus dat is zeker weet prima. En oké, Poler, die is 89. Dus dat is gewoon in principe het hoogste wat ik kon krijgen. Nou ja, even leuk tussendoor. Het is wel veel minder hoog dan de Champions League kaarten die je kan krijgen. Maar ja, deze punten had ik nog even klaarstaan. Dus ik dacht, weet je wat? Die gaan we gewoon eventjes opmaken. Laten we nu doorgaan. En dan gaan we gewoon lekker door met de hier rewards openen. We krijgen nu een 103 plus Champions League kaart. Dus dat is ook alweer behoorlijk. En Choupo-Moting, oh, die kreeg ik net ook. Nou ja, prima. Dan gaan we weer door. We kunnen gewoon meer dan een heel rondje maken. Dat is wel echt insane. En 2 rang items krijgen we nu. En wat kregen we als hier? Oké, we krijgen hier nog 300.000 coins erbij. Oké, nou prima. Dan heb ik die skill boost die ik net heb geüpgraded in ieder geval weer terugverdiend. Gewoon puur met coins. We krijgen nu nog een token erbij. En dan hebben we nog steeds 240 van die punten over. Ik heb zoveel van die punten, jongen. Dat is niet normaal. Weer een Champions League kaart. En dan kunnen we nu nog steeds 3 van deze aanbiedingen kopen. Trainingsoverzetpunten. En we hebben nog steeds niet die Champions League punten hier gekregen. Dat is 5% kans dat je dat krijgt. Dus dat is heel klein die kans. Maar ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat we met zoveel zeg maar paarden die we konden kopen, dat we wel 1 keer die zouden krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Maar desalniettemin, we zijn gewoon 1,5 rondje gegaan. Ja, of een heel rondje. Nou, maakt niet uit. We zijn heel ver gekomen. Dus dat is echt heel nice. Dan kunnen we eventueel Akanji en Onana vrijspelen. Maar dat doe ik binnenkort in de video. Dan gaan we in 1 video ziek veel ruilacties doen. Want je hebt hier bij spelersruil kan je allemaal spelers inruilen. En dan wil ik eigenlijk deze Ike vrij gaan spelen. Maar daar heb ik nu nog... Ja, het zou in principe kunnen. Maar daar wil ik eigenlijk nog net iets meer spelers voor hebben. En je hebt hier ook allemaal van die 106 inruilacties zo. Gaan we dan binnenkort allemaal doen in de video. Ik wil nu in ieder geval eventjes ervoor zorgen dat ik natuurlijk Rudiger of Kane ga vrijspelen. Want dat is natuurlijk nu gelukt. En dan weet ik al voor wie ik ga. Ja, ik had al een beetje verklapt natuurlijk. Ik ga voor Kane. Want die is gewoon net wat beter in mijn team. Ik wil altijd proberen een zo hoog mogelijke beoordeling te halen. Ik kijk wat minder naar hoe goed de speler zelf is. Maar Rudiger is in dat opzicht denk ik wel de betere optie. Maar ik wil gewoon een goede spits erbij hebben. Die net wat beter is dan de spitsen die ik nu heb. En Kane is wel mega goed in schieten. 142 schieten. En 111 snelheid is nog steeds aan de hoge kant. Ja. En we gaan hem natuurlijk ook nog zo meteen wat ratings omhoog krijgen. Dus het is gewoon een hele goede spits. Maar dan ben ik benieuwd of we dan zo meteen met Kane erbij 128 beoordelingen hebben. Daar ben ik benieuwd naar. Maar ja, nu in ieder geval een 109 rated Kane erbij. Het is echt super makkelijk om deze vrij te spelen. Dus dit is ook een aanrader richting jullie. Zorg ervoor dat je die wekelijkse
zeg maar, wedstrijden speelt. Nou ja, dan kan je dus gewoon een 109 rated cane krijgen. Of Rudiger, als je dat ook wil. Oh, trouwens, ik kan alsnog voor Rudiger gaan, denk ik. Als ze dit elke week hebben, dan kan ik over 3 weken Rudiger vrij spelen. Want als deze hier blijven staan en je kan elke week zo'n punt krijgen, dan kunnen we ook nog inderdaad Rudiger krijgen. Dus die kunnen we eventueel ook nog vrij spelen in de loop van de tijd. Oh, ik dacht dat ze dan weg zouden gaan. Is niet het geval. Maar nu even kijken. Details. Oh, moet niet even hier. Ja, jij moet hier zo staan. Details. Ronaldo 144 snelheid en 155 schieten. Del Piero, ja, is net iets minder in dat opzicht. Dus we gaan Del Piero gaan we wisselen. En daar zetten we Harry Kane neer. Ja, nu denken jullie, hij is toch minder qua beoordeling. Maar we gaan natuurlijk die trainingspunten overzetten. Niet van Ronaldo. Ik wil de punten overzetten van Del Piero. Ja, dan moeten we die even ontgrendelen, Del Piero. En die zetten we over naar Kane. En dan is Kane zo meteen 113 qua beoordeling. Dus dat is wel echt ziek nice. Dan ben ik benieuwd hoe hoog hij zijn schieten heeft, Harry Kane. Daar kunnen we nu eventjes naar kijken. En we hebben trouwens nog steeds 127. Maar we kunnen zo meteen nog skillboost upgraden. 162 schieten heeft Kane momenteel. 144 dribbelen. 127 snelheid. Dat is dan wel iets lager. Maar wel ziek wat een kaart dit is. Echt niet normaal. Oh, donders. En deze kunnen we nog mega veel upgraden voor Kane. Oké, dus misschien dat we wel de 128 gaan halen. Want Kane die gaat op deze manier nog gewoon 7, 8 ratings omhoog of zo. Kunnen we daar hierna nog eentje? Deze kunnen we ook nog upgraden. En deze kunnen we ook nog upgraden. Oké, dan heeft hij nu vet veel ratings erbij. Al nog steeds 127. Ik had echt verwacht dat we nu de 128 hadden gehaald. We kunnen kijken of we misschien nog wat spelers kunnen upgraden. Dat zou misschien wel kunnen. Kost wel ziek veel coins. Maar dit is wel iets wat je altijd kan gebruiken. Moeten wat heroes in. Ah, we gaan het gewoon doen. Weet je wat? We gaan gewoon kijken of we op deze manier dan alsnog de 128 kunnen halen. Want deze trainingspunten die ik nu bijvoorbeeld inzet op Xabi Alonso, die kan ik altijd nog een keertje overzetten naar een andere speler. Dus het is niet dat deze coins die ik nu uitgeef helemaal verloren zijn. Nee, zeker niet. Dus dit is op zich dik prima. En we hebben nog steeds 127. Pelé vind ik ook wel een goede speler. Die kunnen we ook wel eventjes gaan upgraden. Oh, daar heb ik te weinig voor. Als ik dit ga doen, dan moet ik allemaal Icons en 100 rated spelers inruilen. Dat wil ik niet doen. Of bijvoorbeeld Harry Kane. Nee, die heb ik ook niet zoveel van. Ja, dit is een beetje balen. Ja, ik heb eigenlijk te weinig slechte spelers om deze spelers echt te kunnen upgraden. Dat is een beetje balen. Bijvoorbeeld hier ook als, ja, Ronaldo. Dan moet ik echt vet veel goede spelers inruilen van allemaal 100 rated. Om dan die ene beoordeling erbij te krijgen. Dus nou, we hebben in ieder geval wel wat spelers geupgraded. En ik denk dat we tegen randje 128 beoordeling aan zitten. Maar op dit moment is het nog net niet gelukt. Dan moeten we denk ik gewoon eventjes doorsparen. En dan komt het allemaal vanzelf. Ik denk als ik Rudiger kan vrijspelen dat het dan sowieso gaat lukken. En natuurlijk binnenkort ga ik een video maken met die Champions League of Icon spelersruil. Dan krijg je gegarandeerd een 108 beoordeling Icon of Champions League kaart. Die ik misschien dan ook in mijn team kan gaan gebruiken. Oh ja, en Lampard gaan we natuurlijk, ja, nu nog niet vrij spelen. Maar dat gaat binnenkort ook gebeuren. En deze spelers, Onana, Bernardo Silva, die kan ik eigenlijk allemaal niet gebruiken. Behalve Koeman. Koeman die wil ik wel weer gebruiken in mijn team. Maar voor de rest, al die andere spelers kan ik niet echt gebruiken. Ja, die kan ik voor inruilacties gebruiken. Ja, maar voor de rest niet. Maar ja, dan was dit het. We hebben weer ziek van rewards gekregen. Alleen net niet voldoende om de 128 te halen. Maar ja, dat gaat vanzelf gebeuren. Als we gewoon lekker door blijven spelen zoals we nu gaan doen, of nu aan het doen zijn, dan gaan we vanzelf die 128 halen. Maar hey, ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.